Geert, welkom in Bemmel. Jij bent natuurlijk ook een van de ambassadeurs, hè, van alles wat hier gebeurt. En we coachen nu tegen Yoast United als coach van Leiden. Met wat voor gevoel ging jij hier naar de hal? Nou, het is de tweede keer dat ik hier ben natuurlijk. Vorig jaar was ik hier. Ten eerste complimenten voor hoe het er nu uitziet. Ja. Vorig jaar was het natuurlijk jullie eerste jaar. En dat was al fantastisch, ook een succesvol jaar. Als ik nu maar zeg, dan streep je bijna weg wat je daarvoor zei. Dus zeg ik en. En als je nu binnenkomt is het heel anders. Ja. Echt mooi. Stadionachtig dingetje met een verhoogde VIP-ruimte waar wij nu ook staan. Echt mooi. Dus blij dat het zo ontwikkelt hier in Bemmel. En waarom ben ik daar blij? Ik kom natuurlijk hier vandaan. Het oosten is het beste. Ja, oost-west, oost-best. Dus ik ben blij dat het hier goed gaat en dat het zo mooi uitziet. Ik hoop dat ik over 2 uurtjes dat nog steeds vind. Ja, Geert, want je bent natuurlijk nu bezig aan je 2e seizoen in Leiden. Vorig jaar al een heel mooi seizoen gehad met het landskampioenschap. Hoe kijk je naar het team van nu ten opzichte van het team van vorig jaar? Het is een ander team. We hebben bewust van de zomer een ander team bij elkaar gebouwd. Allemaal wat groter, wat sterker, wat zwaarder dan vorig jaar. Met het oog op de Europese competitie en over 2 weken ook de Gold. Hoe heet dat? De Gold. Elite Gold. Met de Belgen. Dat heeft. Hoewel het een ander team is, anders samengesteld. En we vorig jaar ook succesvol waren, zijn we dat dit jaar weer. Dus ik denk dat. Of we hebben veel geluk, of we hebben weer een gouden greep te maken. Nou, als ik het bekijk, hè, dat lijkt het erop dat je team heel erg in balans is nu. Hè. Natuurlijk heb je met Midgard echt wel een topper in huis. Ook in Science maakt veel punten, pakt veel rebounds. Maar daardoor kan je Wurty denk ik ook veel meer in dienst van het team laten spelen en de belangrijke momenten laten pakken. Je hebt gelijk. Ik denk dat Wurty altijd in het dienst van het team speelt. Dat deed hij vorig jaar ook. Wurty is natuurlijk een belangrijke schakel in ons team. Voordat ik kwam speelde hij veel minuten. Ja. Ik heb de eerste zomer dat ik naar Leiden toe ging met hem gezeten. Wordt hij maakt zich ondergeschikt aan team doelstellingen. Dus hij speelt altijd voor het team. We hebben een goede rotatie waar iedereen 25 minuten kan spelen. Waar iedereen ook 35 minuten kan spelen. Maar we hebben die rotatie waar dat niet nodig is. Midcard is belangrijk zoals jij zegt. Einaras is belangrijk, Wordy is belangrijk. Ja, iedereen is belangrijk in het team. Eigenlijk is iedereen belangrijk van 1 tot en met 12. Ja. Let wel, onze filosofie is dat we wedstrijdintensiteit nabootsen in de trainingen. En als je geen 12 man diep hebt die kunnen spelen, kun je dat niet nabootsen. Dus van 1 tot en met 12, 1 tot en met 13 nu, zijn goede spelen. Als je kijkt, Gerrit, je zei het al, je maakt je ook op voor de Elite Gold. Hè? Daar gaan we het na de wedstrijd nog wel even met je over hebben. Maar ik wil heel even terug naar afgelopen zaterdag, zondag. Ik weet even niet meer precies welke dag het was, maar natuurlijk de bekergame tegen Den Bosch. Het zal voor jou denk ik een bittere nasmaak hebben, maar ik denk voor de neutrale basketbalfan wel echt een heerlijke pot om naar te kijken. Ja, was dat zo? Ik vond van wel. Ja, oké. Ik was niet neutraal. Nee, jij bent niet neutraal. Nee, maar. Ik heb er 3 nachten niet van geslapen. Nee, dat is ook overdreven. Maar ten eerste, Den Bosch speelde heel goed. Ja. Heel fysiek. Dat kunnen wij ook. We hebben natuurlijk die... Als ik nu ga praten, lijkt het alsof ik met excuses aankom. Dat is niet het geval. We hadden natuurlijk woensdag een soort, zaten op een soort, hoe heet dat, Cloud 7. Met dat we ons gekwalificeerd hadden bij de laatste 8 in de Europa. Prachtige prestatie ook. Dank u wel. Daarna 2 dagen meteen daarna de eerste wedstrijd in Den Bosch. Waar we 15-2 achter komen te staan en terugkrabbelen met 3 winnen. En dan weer 2 dagen daarna. Kijk, dat is goed, hè? Dat is een luxe probleem. Als je wint heb je meer wedstrijden. En dan als je meer wedstrijden hebt, volgen ze elkaar sneller op. Ja. Het probleem daarmee is dat we niet echt hebben kunnen trainen tussendoor. En weer. Ik hoor mezelf praten en het klinkt als excuses. Dat is helemaal niet wat ik wil. Nee, maar dat is wel natuurlijk inherent aan je programma ook, hè? Met Europees en een druk schema. Geert, we gaan jou lekker laten voorbereiden op de wedstrijd. Veel succes en ik spreek je graag naar de game. Oké, spreek je dan. Top, dankjewel. Dankjewel. Sam.